Hallo iedereen, welkom hier bij EA TV voor een spannende wedstrijd. Althans, nou, dat hopen we dan maar. Ik ben de commentator vandaag, mijn naam is Siert de Vos. En naast me zit collega Jeroen Gruter. We verwachten best veel van dit duel. Hopelijk levert dat mooie beelden. Hallo Siert. Ja, volgens mij hebben die spelers er ongelooflijk veel zin in. Dus ik reken eigenlijk op een hele leuke wedstrijd. Dit zijn de elf van Excelsior voor dit duel. We kennen deze ploeg als een echt counterteam. Terugzakken, vervolgens snel uitbreken als ze de bal hebben en scoren. Ja, en dat is nou juist heel moeilijk te bespelen. Want balverlies kan voor de tegenstander dodelijk zijn. Dus het is altijd opletten geblazen. De speelwijze van het team is erop gericht om de tegenstander sneller fouten te laten maken. En zo de bal te veroveren. En ze zetten de tegenstander over het hele veld onder druk. Een speelwijze die mooi is om te zien, maar niet geheel zonder risico. Want je geeft ook veel ruimte weg. Excelsior wordt wel eens ten onrechte als een verlengstuk van Feyenoord gezien. Maar de club heeft een geheel eigen cultuur. Ze hebben wel vaak samengewerkt met Feyenoord en met spelers die daar wat meer ervaring op konden doen. We werden vermoeid. Maar die samenwerking is een paar jaar geleden weer beëindigd. Nu staat Excelsior weer geheel bij eigen benen. De eerste helft is begonnen. Daar gaan we. Eigen helft, de bal veroverd. Getuigd van spel in zich. Nee, deze counter loopt op niets uit. Guthrie. Deli Sinkgraven. Een heerlijke steekbal. En de bal wordt weggewerkt, het gevaar is geweken. Nog steeds op weg naar het doel. De bal hoeft niet eens te bewegen voor die bal. Dit tot iets leiden. Kans op de voorsprong. Overname door vroeg druk zetten. Daar gaat hij langs de tegenstander. De bal gaat recht op de doelman af. Geblokkeerd. Is alweer even aan de bal. Gaan ze hier de leiding nemen? De doelman maakt zich groot. Knappe redding. De verdediger blokkeert die voorzet. De medespelers in het midden gegeven. Ja! Koekoek! De techniek druipt er vanaf. Een volley met een timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. In deze situatie komen overzicht en traptechniek magistraal samen. Kijk eens, wat een prachtige paas. En dan meesterlijk afgemaakt. Met een volley. Goed het been tegen de bal gezet. De score is geopend. Het is 1-0. Martin. Excelsior laat die bal heel mooi van voet naar voet gaan. Slechte paas, hij levert hem in. Dat moet beter. De
Speler van Excelsior, we gaan daar een overtreding. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een kaart. Scheppen. Er is een medespeler in de buurt. Geen probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang naast gaan. Met Toprak. Verliest balbezit. Excelsior met ruimte en rukt op over de vleugel. Een fraaie duik van de keeper en gered. De bal wordt voor het doel gebracht. Daar komt de tegenstander tussen. En die voorzet kwam niet voorbij de verdediger. Ze mogen een hoekschop nemen. Naar het midden. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Ze moeten gewoon in. Ja, dat is een mooie, verre ingreep die de angel uit de aanval haalt. Oh, als hij zo gaat dribbelen, dan moet je uitkijken hoor. Nee, toch niet. Die aanval is gestopt door de tegenstander. Hij onderschept de paas. De bal gaat rond. Knap hoe ze de rust bewaren bij deze achterstand. Hele fraaie steekpaas door de lucht. Hier zit hij er goed bij, zeg. Mooie redding op die inzet van dichtbij. Ja, de rechts. Razendsnel. Mooi keeperswerk. Corner voor het doel gebracht. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Ze doen het! Doelpunt! En weer een gelijke stand. Wel netjes van dichtbij afgerond, maar dat was een koud kunstje. Hè? Het voorbereidende werk, daar draaide het allemaal om.
En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Lekker opstomen met de bal. En dan tegen. Bal naar de spelers in het centrum. De tegenstander weet die voorzet onderscheppen. En heeft nu wat tijd. Hij wordt teruggedrongen. Dat was alles behalve een tackle op de bal. Daar kun je geel voor geven, scheids. En dat vindt de scheidsrechter niet goed. Nee, gele kaart. Het is rust, zegt de scheidsrechter. Tijd voor een versnapering. Het is Excelsior dat mag aftrappen voor de tweede 45 minuten. Die tackle was niet volgens de regels en dus solliciteert die speler hier naar een gele kaart. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Hij kan de voorsprong pakken. En dat schot wordt gekeerd. De doelman dacht waarschijnlijk. Het is goed met je. Ik laat je niet nog een keer scoren. Schop in het centrum geplaatst. Nee, er zit iemand bij. Daar schiet hij op doel. En die bal wordt gevangen door de keeper. Die is niet fit meer. Ik vraag me af of hij het einde van de wedstrijd wel haalt. En de bal ingeleverd. Hij komt onder druk te staan. Over de achterlijn. Doeltrap. Martin. Excelsior laat die bal heel mooi van voet naar voet gaan. Al vroeg onderschept die bal. Hij schiet. Zo, het was een goede afstand om hem erin te leggen. Ze komen nu dichterbij. Knallen maar. Of nee, dat is niet het schot dat ik had verwacht. Makkelijk gepakt. Het balbezit is aardig in balans. En hetzelfde kunnen we zeggen van de stand op het scorebord. Ja, het is gewoon een leuke open wedstrijd. Er gebeurt van alles. De enige kanttekening die je kunt maken is dat het verdedigend nogal zwak is. Geen probleem voor de keeper. Ja. Hij zag hem al lang naast gaan.
Met die actie grijpt hij net op tijd in. Roberts. Nog steeds gelijk. Maar de druk. Ja, de druk neemt toe. Oh, ik had natuurlijk niet verwacht dat ze nu al de bal zouden inleveren. Dit kan een moment zijn voor een counter. Dat wordt sprinten voor die verdedigers. Hij krijgt de tijd om iets op te zetten. Oh, wat een pech. De lat voorkomt het doelpunt. Hij kiest voor de volley. Ja, tegengehouden hoor, door de keeper. Bal komt voor het doel. Hij kon op doel schieten, maar het is nu een doeltrap. Goed ingegrepen. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Martin. Excelsior op zoek naar een doelpunt. Gevaarlijk zo'n steekpaas over de verdediging heen. Ja, het schot gaat rechtstreeks op de doelman af. Deze aanval begint erop te lijken. Gaan ze op weg naar de winst? Hier laten ze je zien hoe je de bal... Hij voorkomt de nederlaag hier. Mooie redding van die doelman. Het staat nog steeds gelijk en we zitten inmiddels diep in de slotfase. Dan kan de speler van de bank proberen indruk te maken. Bal komt voor... In het 16 meter gebied. Einde aanval. Vrije trap voor Excelsior. Een stomme overtreding van die speler. Maar de boosdoener komt er zonder kaart vanaf. Hij mag zich gelukkig prijzen met zo'n geduldige scheidsrechter. Minuten van de 90 te gaan. Ze kiezen voor een behoudende speelstijl in de hoop dat de tegenstander de ruimte weggeeft. En weggewerkt, de voorzet. Martin. Een leep balletje diep. Die zit er uitstekend bij. Eens kijken wat ze met die hoekschop kan doen. Zouden ze op de valgreep nog een voorsprong kunnen komen? Tijd voor een nieuwe speler. Bal naar het midden. Zo'n bal moet je toch wegwerken. Het vervolg moet nu komen. Komt hij? Nee, net niet. Hij raakt het toch wel mooi hoor. Ja, zeker zie het. Met gevoel geschoten. Maar ja, dan belandt hij uiteindelijk toch niet tussen de palen. Dat is
ze gaan nog steeds voor de winnende goal. Misschien is dit een mogelijkheid. Eens kijken, de vierde official geeft 4 minuten extra speeltijd aan. Bengtson. Goed voor de balbezit. Ze staan tijdens zo'n seizoen honderden uren met elkaar op de trainingsveld. Dat kun je hier zien. De spelers weten elkaar heel goed te vinden. Daar wordt gefloten voor het einde van de tweede helft. Het staat gelijk